De etappe naar Cervere is met 120 kilometer de kortste van de Giro. De renners komen daarom maar gewoon op de fiets naar de start. Nou, het gaat vandaag vanuit de start 30 kilometer omhoog. Dus dat was wel belangrijk, denk ik, om even los te rijden. Zeker als je daar niet, lichamelijk niet heel sterk in bent. Hey, ik ben meer een diesel, ik moet opgewarmd eraan beginnen. Dus we hadden tijd vanochtend. En korte etappes zijn niet altijd de makkelijkste etappes. En hoe lang heb je nou vanochtend al gefietst? Half uurtje op de rollers. Half uurtje op de rollers en toen 15 kilometer hier naartoe ongeveer? Ja, 10 kilometer. Ja. Ja. Voldoende opgewarmd? Nou ja, meer kan je niet doen. Meer moet je ook niet doen. Maar als je van jezelf weer tijd nodig hebt, dan is het niet omstandig, denk ik. En het belooft een pittige start te worden, dus alles aangedaan. De lange klim in de beginfase wordt door iedereen overleefd. Op weg naar de niet te vermijden massasprint meldt Graham Brown zich nog met een probleem aan zijn zadel aan de ploegwagen. Mechanieker Joost Hoetelmans heeft het probleem snel verholpen. Op de kaarsrechte finishstraat wordt de sprint ingezet en weet Mark Renshaw naar een derde plek te sprinten. Mark, how was it? Yeah, very fast sprint today as expected. The peloton went reasonably early. Easy, on the first climb. And yeah, I had perfect positioning from Graham Brown in the final 2K. And found the wheel of Mark Cavendish and yeah, happy with how it went. Third place in the sprint. Happy with that result? Yeah, I would have loved to have won here at the Giro. It shows I'm not too far away from the victory. With a little bit of, you know, of luck and hopefully a bit more conditioning in the next few months, and I'll be challenging in the big races.